We zijn hier vandaag op Antwerp Airport om eens te kijken hoe we de crowdscan-technologie eenvoudig kunnen installeren in een luchthavenomgeving. Steden, events, hebben we al gedaan en dat lukt. Maar een luchthaven is toch wel iets anders. Dit is de hal die we wensen uitrust om te kijken. Straks als de luchthaven terug open is, hoeveel passagiers hier zitten te wachten. Want laat het duidelijk zijn, het is natuurlijk niet de grootste luchthaven ter wereld, maar het is perfect voor ons als technologielab om eens te kijken hoe we het kunnen doen in een luchthavenomgeving. Hier is een sensor. We hebben deze opgangen met dubbelzijdige tape. Kan eventueel met de schroeven, maar is hier totaal niet nodig. En zo hebben we heel de omgeving uitgerust. Om heel ons netwerk aan te sturen, enkel een gateway nodig die stroomvoorziening nodig heeft. En dan sensoren rond de omgeving die je wil meten. Mocht er gewenst worden dat de sensoren uit het zicht hangen, hebben we hier ook een sensor hangen achter de disk. Welke finaal hetzelfde resultaat gaat geven, maar uiteraard veel discreter is. En zo verder rond. En al die sensoren en de gateway ophangen heeft ons net geen uurtje gekost. Probeer dat eens met camera's en bekabeling. Ik denk dat onze eerste test hier meer aan geslaagd is.